Informatie in de zorg is van groot belang, maar ook vernieuwing op het gebied van veiligheid, zoals noodverlichting in gebouwen als ziekenhuizen en andere zorginstellingen, zijn een essentieel onderdeel van een goede patiëntenzorg. Jullie zijn op dit moment bij Assyrië BV. Wij zijn een bedrijf gespecialiseerd in noodverlichting en batterijen voor noodverlichting en accu's. En daarnaast hebben wij ook een app ontwikkeld waarmee we dit allemaal kunnen controleren. Dit systeem zorgt ervoor dat je noodverlichting kan monitoren en voert eigenlijk controle uit die normaal gesproken de installateur zou moeten doen. Dit systeem test dan op de autonomie van de batterij, of dat de lamp daadwerkelijk werkt en of de printplaat wel schakelt. Dus eigenlijk wordt er geen defect op de lamp zijn. Dit is het console wat de noodverlichting kan testen. Je kan hiermee de lamp aanspreken, individueel of collectief, deze moment er allemaal hebben. Je kan hiermee de batterij in test zetten en dus eigenlijk een rapport genereren. Ik begin met de test voor de lamp. Binnen 17 minuten start hij alle armaturen op en voert hij dus eigenlijk een test uit om te kijken of dat alle lampen goed functioneren en dat er geen defecten zijn. Dat kan van 1 armatuur zijn tot en met 960. Vanaf 30 armaturen, zeg maar, ga je er een voordeel uit halen. Dit systeem wat wij hier achter hebben hangen, dat praat met onze app. Het systeem doet de controles uitvoeren en die zendt die als het ware naar onze app toe en die creëert er een compleet logboek van. En wat onze app dus ook doet, is daarna een componentenlijst samenstellen wat er exact aan artikelnummers besteld moet worden. De gegevens die verder verzameld worden, die worden ook naar onze applicatie gestuurd, zodra dat de monteur op locatie is. Na een batterij vervangen heeft, kan die hem afvinken als zijnde daadwerkelijk vervangen. Normaal gesproken controleer je een armatuur, dus dan maak je hem spanningsloos. En dan ga je staan wachten eigenlijk als het ware totdat het armatuur zijn volledige autonomie heeft doorlopen. Noteer je de tijd, houd je een uur, dan is die goedgekeurd. Gemiddeld bij 50 armaturen zou je een 4 uur bezig zijn op deze locatie om alle armaturen te controleren. Je moet namelijk de armatuur demonteren, je loopt door het gebouw heen om naar het volgende armatuur te gaan. En fysiek land voor land ben je 5 minuten per armatuur ongeveer bezig. En dit systeem bespaart die tijd doordat eigenlijk alle armaturen in één keer te testen. Het is een ondergeschoven kindje noodverlichting, wat betekent dat ze eigenlijk te weinig tijd hebben om dit uit te voeren. Want die monteur die heeft op dit moment heel veel werk. Die zegt, ja, moet dat nou? En dat onderschep je daaruit. Deze fabrikant die produceert ook andere systemen, zoals brandnoodbeveiliging en inbraakbeveiliging. Ja, uiteindelijk is de bedoeling dat dat allemaal met elkaar gaat communiceren. En eigenlijk in één druk op de knop uitgelezen kan worden en bepaald kan worden wat er vervangen dient te worden.